is de onderzoekkamer. Teun weet nog wel dat eigenlijk alle dingetjes die wij doen bij kinderen, loopt maar verder, jongens. Ja, ik had hier wel eens een keer dat mijn buik zat vast, zeg maar. Ja. En toen ging er zo'n slang in mijn buik en toen moest ik hier ook blijven. Alle vervelende onderzoekjes doen wij eigenlijk altijd op de onderzoekkamer of hier op de acute kamer. Maar hier wordt ook geprikt. Kijk maar, we hebben een kar en alles staat hier op wielen, hè? Ja. Met alle benodigdheden. Ja. We hebben, je kunt je voorstellen, grote mensen hebben grote vaten. Ja. Kinderen hebben kleine vaten. Dus het is allemaal op maat. Babynaaltjes. Kijk maar, dit is een babynaaltje. Heel klein. Hier prikken ze toch ook een infuus, zeg maar? Ja, hier prikken ze een infuus. Klopt. Maar we hebben alles. Dopjes, pleisters, spalkjes, maar ook onderzoekspotjes. Als iets op de kweek wordt gezet, heb je vast wel eens gehoord. Als ze denken dat iets ontstoken is, gaat het in een speciaal potje. Dan gaat het naar het laboratorium microbiologie. Dat zit in Hengelo. Dat is toch ook zoals je een plaatsontsteking hebt. Dan moet je daar toch in plaats doen. Maar dan ga je ook voor een gewoon sediment. Dan is het een snelle. Kun je snel zien of iemand een blaasontsteking heeft. Dan moet je toch inleveren bij het laboratorium. Ja, maar soms is het ook in een buisje. Als de vocht uit je rug gehaald wordt, gaat het in zo'n buisje. Met zo'n naald. Ja. En bloed op een kweek, dan gaat het in zo'n buisje. Dat is ook heel leuk. Maar dat gaat, wordt hier allemaal gedaan. Hier. Kijk, het zit allemaal in een hele vieze bodem. Ja, hier gaat het dan gaat lekker groeien. Waarom heb je die bodem er eigenlijk in? Ja, dat is speciaal nodig, zodat het bacteriedingetje goed gaat groeien in het potje. Maar we hebben hier eigenlijk alle operaties. Op de kinderafdeling zijn er alle soorten doktoren, dus van chirurgen, de buikendokters, de bottendokters, de heupendokters. We hebben hier allerlei kinderen liggen. En dat vind ik dus het leuke. Het verschil met de kraamafdeling is dat er daar bijna alleen maar zwangere dames zijn. En dames die net zijn bevallen of die nog gaan bevallen. Nou, en hier weet je eigenlijk nooit aan een kind wat hij mankeert. En dat maakt het ook wel weer een beetje raar, hè? Weet jij denk ik nog wel, Teun, dat er ook heel vaak mensen aan jou vragen. Waarom ben je hier? Ja. Ja, en dat, soms is dat niet leuk om te vertellen. Want soms denk je, oh, hou toch op de zeur. Nee, dan vragen ze dat altijd heel vaak. En dan... Ja. Ja. En zeker als je er dan nog een beetje ziekig uitziet, toch? Ja, dan zeggen ze elke keer, wat heb je? Dan moet je het elke keer weer opnieuw vertellen. Ja, en op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee, toch? En dan was mama er ook wel klaar mee. Ja, dan moet je het elke keer weer opnieuw vertellen. En dan kom je hier en dan bedenkt Groningen dan een plannetje. En hij komt dan elke keer weer terug. En dat gebeurt ook als jij een hele ingewikkelde breuk hebt. Dan kom je ook iedere keer weer terug. En soms kom je iedere half jaar of iedere maand wel weer terug. Dan krijg je een beetje een band met de afdeling. Hè? Dan wordt het een beetje bekend. En daar hopen we ook altijd op. Dat het dan ook leuk is als je weer terugkomt. Dus we zorgen er eigenlijk altijd wel voor dat het prettig afgesloten wordt. Dus ondanks dat het allemaal heel spannend is, hopen we altijd wel dat het fijn is. Want deze ruimte waar we nu zitten, dat noemen we dan de hangout. En dat is echt voor kinderen van een jaar of 10 hè, tot een jaar of 18. Dus als je dat te kinderachtig vindt in de speelkamer, dan kom je hier. En hier zijn spelletjes en games en televisie. En je kunt hier ook gewoon de deur dicht doen. Weet je, als het te veel wordt, doe lekker de deur dicht. En dan, maar je kunt... En ook bij elk onderzoek zijn ouders er ook bij. Dus ook als een kindje heel ziek is, dan blijf je daar eigenlijk als ouder ook bij. En in de volwassenzorg is dat wel vaak, dan moeten mensen even wachten op de gang, weet je wel. Dan zeggen ze, kom straks maar even weer terug. Hier niet. Hier eigenlijk nooit. Hier mag je altijd bij je kind blijven. Nou, als jij een verzorgingshuis of een bejaardenhuis, daar doe je ook zorg, toch? Ja. Bij mensen. Ja. Nou, die zorg, dat is eigenlijk allemaal een beetje basiszorg. Dat is het wassen, aankleden, tanden poetsen, misschien een keer een bloedsuikertje prikken of een keer zorgen hè, dat iemand die zich niet lekker voelt, dat daar een huisarts bij komt. Maar dat is een lager niveau. Daar kun je ook al wel met een mbo gaan werken. Dus je hebt ook mbo-verpleegkundigen. En dan ben je niveau 2, 3, misschien 4 hè, voor de medicijnen. Denk ik al haast wel dat je 4 nodig hebt. En dat is ook in de thuiszorg is dat ook. Hè. Dan kun je ook als niveau 4 en 3 en 5 aan het werk. Hier in het ziekenhuis willen ze alleen maar niveau 5 hebben. Dus je bent, als je verpleegkundige bent, welkom hier in het ziekenhuis. Alleen de kinderafdeling zegt, wij willen niet niveau 5 basisverpleegkundigen, wij willen gespecialiseerde verpleegkundigen. Ja.
Nou, en dan, dat is ook een beetje de bedoeling, dat Maxime eigenlijk straks zo het vak leuk vindt door wat ik haar vertel en wat ik haar laat zien, dat ze staat te trappelen, dat ze straks ook kinderverpleegkundige wil worden. Dag meneer Brugge. Rondjes de... Dag. Dag Lucas. Lekker stoer, hè? Succes allemaal. Ja, mooi. Nee, kijk, ik heb een stierprogramma gehad. Oh ja, toch?